Het telecommunicatiebedrijf Telsuur is momenteel in het kader van het Nationaal Breedbandproject bezig met de overschakeling van een koperkabelnetwerk naar het glasvezelnetwerk. Het gaat om het landelijk migratieproject voor klanten met een huisaansluiting dat sinds vorig jaar juli-augustus gestart is. Nadat de klanten per verzorgingsgebied zijn gemigreerd, is er een testperiode van 3 dagen waarna het gebied weer vrij wordt gegeven. Gedurende deze dagen worden de Telsuur-klanten gebeld om te vragen wat hun ervaringen zijn. Het kan voorkomen dat klanten een downtime ervaren, dat wil zeggen dat zij voor een bepaalde tijd geen gebruik kunnen maken van telefoon- en internetfaciliteiten. Telsuur heeft daarom een groep aannemers bestaande uit City NV, Alki NV, Sutec en ABC Fiber aangetrokken om eventuele storingen te verhelpen. De aannemer gaat dan aan huis bij desbetreffende klanten. De aannemers zijn te herkennen aan hun bedrijfslogo op de auto en badge. Klanten die storingen ervaren kunnen bellen op het nummer 152. Deze storingen worden op dezelfde dag of de volgende dag verholpen.